De zwarte mens is door de eeuwen heen systematisch achtergehouden op alle niveaus. Ruth Sanayong, directeur van de schrijversvakschool Paramaribo, zegt dat Black History Month mensen bewust moet maken van de zwarte geschiedenis. Black History Month is een jaarlijkse herdenking van sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Afrikaanse diaspora. Sanayong is zich ervan bewust dat de gewenste bewustwording niet binnen een paar jaren bereikt zal worden. Het is niet iets dat in een jaar of een maandje gaat, of met die Black History Month, weggaat. Maar we moeten durven kijken naar die geschiedenis van ons en naar hoe die zwarte mens stelselmatig of systematisch is benadeeld. Hè. En nog steeds zijn er veel, ik bedoel, Amerika is daar een mooi voorbeeld van, maar wij hebben ook onze dingen hier in Suriname. Waarover we zijn nog, misschien nog niet zo ver om openlijker over te praten. Er zijn wat sentimenten in die maatschappij die af en toe, zeker nu er social media is, de kop opsteken. Maar we moeten veel gaan werken aan een stukje zelfonderzoek. Van wie zijn wij, waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe en wat is onze kracht enzovoorts. Sanayong zegt dat zwarte wetenschappers meer onderzoek moeten doen naar hun geschiedenis. Ze wil dat zaken vanuit een zwart perspectief worden bekeken. En niet alleen maar afgaan op de witte boekjes. Snap je? Ik heb geen probleem, dingen zijn voorheen gebeurd, maar het eigen perspectief is... En het zwarte perspectief is belangrijk in onze identity, vorming, weet je hoe en welke richting we opgaan, snap je? Dus er moet veel gebeuren. We have to decolonize our mind, dat is echt. En het gaat, ja, het kan sneller gaan, maar dingen, kijk, we zijn net 150 plus jaar voorbij die slavernij. En als je moet je voorstellen dat dat systeem van slavernij 300 jaar heeft geduurd. Dus ga na hoe lang, hoeveel eeuwen we nog nodig hebben om zover te zijn. Zover Ruth Sanayong, directeur van de schrijversvakschool. Ze zegt dat bewustwording bij de zwarte mens zelf moet beginnen. Dan komt de acceptatie en waardering van anderen vanzelf. Black History Month duurt van 1 februari tot en met 1 maart.